Wat hebben jullie allemaal gedaan om dit geld op te zamelen? We hebben de auto's gewassen, we hebben langs de deuren geweest, we hebben boterkoeken verkocht, grote clubactie, tegels verkocht. Waarom is dit veld zo belangrijk voor jullie? Het is gezond en het is ook leuk om in de zomer te kunnen basketballen op het grote buitenveld. Meer frisse lucht dan hier binnen en je kan meer rennen. Buiten is het ook leuk, zeg maar. Zijn jullie een hechte club? Ja. Kan je daar wat over vertellen? Zoals ik al zei, we doen de carwash, doen we heel gezellig met elkaar. En dan soms in een groepje gaan we dan de boterkoeken verkopen, deden we. Of dan met z'n allen naar het buitenveld. Dan. Als basketbalvereniging Voerdiens zijn we bezig met het aanleggen van een eigen buitenveld, een trainingsveld. En daar zijn we super trots op. We hebben dat eigenlijk allemaal wel op eigen kracht gedaan. We zijn een hele kleine vereniging. We hebben nu ongeveer 250 leden. En we zijn daar een kleine 2 jaar geleden mee begonnen. Eigenlijk door corona. De binnensporten gingen als eerste dicht. En toen dachten we van ja, we kunnen natuurlijk niet al onze leden, die voornamelijk kinderen zijn. 80% is eigenlijk onder de 16. Daar moet je toch iets voor bieden. Dus we zijn als bestuur op de fiets gesprongen. En we hebben heel voorhout door gefietst om te kijken of we ergens konden buiten basketballen. Dat is gelukt. Toen hebben we van Fonds 1818 hebben we 2 professionele baskets gesponsord gekregen. Daar waren we onwijs blij mee. Ja, en zo is eigenlijk de liefde voor het buiten basketballen ontstaan. Want dat gaat eigenlijk prima in Nederland met de mooie zomers die we hebben. En zo was de droom geboren eigenlijk om een eigen buitenveld te creëren. Nou, de bouw die verloopt in 3 fases. Dus ze zijn nu bezig met het uitgraven en het een ondergrond maken. Dat zijn eigenlijk allemaal tegels. Daarop komt een echt dempend veld. In dit hele traject loopt duurzaamheid ook heel erg als rode draad er doorheen. Daarna komt er nog een hek omheen. Want we hebben op dit moment nu een tijdelijke vergunning. We zijn heel erg in gesprek geweest met de gemeente. Omdat we als vereniging heel erg uit deze sporthal groeien. Ja, de gemeente kon eigenlijk heel weinig voor ons betekenen. Ze willen wel graag, maar er is gewoon enorm gebrek aan ruimte. En zo kwamen we terecht bij bouwbedrijf Van der Hulst. Om te vragen of wij hun veld mochten gebruiken. Want dat ligt eigenlijk al heel lang ligt op braak. Nou, mevrouw Van der Hulst zei ja, daar zijn we super blij mee. En alleen moesten we toen nog wel even 95.000 euro bij elkaar zien te krijgen. En door alle sponsors, grote sponsors, kleine sponsors, heel veel acties van kinderen, is het gelukt om dat bij elkaar te krijgen. Dus Rabobank, Schipholfonds, Vitijlingen, dus sportakkoordgelden, allemaal super lieve bijdragen. Dus trots op. De bedoeling is ook dat het veld zou kunnen worden verplaatst. Hoe zou dat gaan? Ja, dat klopt inderdaad. Omdat dit een bedrijventerrein is, hebben we een tijdelijke vergunning voor 10 jaar. Er zijn in voorhoud verschillende projecten waar ze nieuwe ruimte aan het ontwikkelen zijn. En wij hopen heel erg dat wij als vereniging naar een nieuwe locatie kunnen waar we dan ook het veld kunnen meenemen. Dus dat is ook weer een stukje duurzaamheid. En dan gaan wij denk ik wel dat buiten basketballen omarmen.